Terwijl je dit kijkt, ja dat is heel apart, uh, weet Google waar je bent. Ook hoe laat je gisteren ging slapen en waar je vandaag je boodschappen doet. Dat is allemaal geen geheim meer voor het Amerikaanse techbedrijf. En journalisten van Tubantia kwamen erachter dat iemands locatie soms wel 200.000 keer per jaar wordt opgeslagen. En we hebben contact met onderzoeksjournalist Pim Lindeman. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar zijn jullie nou precies achtergekomen? Nou ja, we wisten eigenlijk wel hè, dat Google heel veel opslaat over ons, althans, dat dachten we te weten. Maar wat we nu gezien hebben, is wat het echt is en dat het super gedetailleerd is, dat je echt je hele leven eigenlijk wordt vastgelegd. En, en kan je eens een, een voorbeeld hiervan geven hoe ver dit gaat? Ja, zeker. Uh, we konden meeluisteren um, bij mijn collega in de auto, wat hij. Tegen zijn kinderen zei: uh, We konden iedere stap zien die hij de afgelopen jaren gezet heeft. Iedere plek die hij bezocht heeft. Iedere zoekopdracht die hij ooit op internet heeft opgegeven. Het is echt uh, alles. Jeetje, ik, vind dat ook, ik schrik hier toch wel een beetje van. Uh, Pim, dankjewel. Uh, Google weet dus tot in detail hoe jouw dagelijkse leven eruit ziet. En dit is hoe ze dat doen: Agenda's beheren. Bestanden opslaan. Restaurants zoeken. Navigeren nieuwsberichten lezen. We kunnen simpelweg niet meer zonder Google. Al deze diensten kosten jou geen geld, maar welke prijs betaal je dan wel? Voor bijna alle gratis diensten betaal je met je gegevens. Dat is bij Google niet anders. Alle informatie die jij ze geeft, slaan ze op en daar koppelen ze advertenties aan. Als een bedrijf met een advertentie studerende vrouwen tussen de 20 en 25 in Twente wil bereiken, dan regelt Google dat alleen deze groep de advertentie te zien krijgt. En ja, dat mogen ze doen. Want jij hebt daar ooit toestemming voor gegeven, waarschijnlijk zonder de gebruiksvoorwaarden te lezen. Ja, dat Google dus veel opslaat, dat wisten we eigenlijk al wel. Ja. Uh, maar. Ze hebben het nu letterlijk. Kan je het dus in kaart brengen? Gewoon letterlijk op een kaart kan je zien waar je allemaal bent geweest. Ja, dat is wel heel tof wat, uh, wat de jongens van Tubantia hebben gedaan. Ja. En ik heb het al mogen proberen. Het komt morgen online uh, te staan. En het staat natuurlijk uh, in de krant. En dan kun je zelf uh, ja, je gegevens downloaden en heel makkelijk op een kaart verwerken. En ik mocht het al even testen. En eigenlijk zie je elke voetstap die ik de afgelopen vijf jaar heb gezet met mobiel. Ja. En die zie je terug. Dus er staan plaatsen waar dat je denkt, wat heb ik daar ook alweer gedaan? Weet je, wel? je ziet precies wat, ja, hoe jouw kaart van de wereld eruit ziet. Ik vond het best, best bizar. Want ik had het dus ook aanstaan, die, die gegevens. Yeah. En uh, ja, dan kun je zeggen, ja, dat is, het is enerzijds nog leuk om te zien ook. Yeah. Want je ziet op welke plaats je geweest bent. Maar het is ook wel tricky. Want uh, als iemand mijn wachtwoord heeft, of ik zit hier op de redactie, ik loop in de wc... kan iedereen bij die gegevens. Yeah. En dan nog denken mensen misschien, ja, nou dan weten mensen waar ik geweest ben. Nou, ik ben wel benieuwd of jij durft te zeggen, uh, afgelopen vijf jaar waar je allemaal geweest bent... heb je niks waar je voor schaamt of wat mensen niet mogen weten? Nou, ik weet niet. ja vertel eens even. Nou, ik ben wel benieuwd als ik bij jou <laughs> kijk.